Alles over het aanleggen van een kunststof gasleiding. Zoals u ziet is de gebruikte gasleiding hier de kleur geel, dat is de kleur van gas. U ziet daar een binnenbuis. Het merk dat wij toepassen is Unipipe van de firma Nathan. En als u goed kijkt ziet u hier ook een buitenmantel. Dat is een plastic buis. En er is één heel belangrijk voorschrift bij het aanleggen van gas. En dat is dat de mantelbuis altijd het één stuk doorgetrokken moet zijn. De mantelbuis mag niet onderbroken zijn. En waarom? Om een hele simpele en doeltreffende reden. Op het moment dat er in de binnenbuis, dat is de dunne buis die je hier ziet, een lekkage zou zijn, dan kan het gas namelijk niet tussen het plafond of tussen de wand stromen, maar komt het eruit, stroomt het gas eruit op de plek waar de gaskraan zit. En dat is dus ook bij een ketel het geval. Op dat moment kun je het gas ruiken en kan je je maatregelen nemen. En dat kan namelijk niet als de mantelbuis onderbroken zou zijn, want dan zou het gas zich kunnen opbouwen in een ruimte wat uiteindelijk tot een gigantische gasexplosie leidt. Ja, heel simpel verhaaltje, maar erg belangrijk: nooit de mantelbuis onderbreken. Bouwbegeleiding in Amsterdam onder leiding van Fred Tokkie. En u kunt ons vinden op het internet onder www.aannemerinamsterdam.nl.